22 juni is het zover dan ligt. Ik ga er eigenlijk wel vanuit dat er nu geen problemen meer zijn. Volgens mij is die ook gold. Final Fantasy XVI in de winkels. mits je natuurlijk een Playstation 5 en een PC hebt. En Final Fantasy... Uh dat is een serie. Uh, ik heb er wel een aantal gespeeld. Uh, met name uh, de laatste tijd vind ik ze wel uh, echt heel erg tof eruit zien. En speel ik ook al een heel stuk. Het is niet helemaal mijn ding. Maar genoeg andere mensen wiens ding het wel is. Want het is een van de grootste ja, game franchises in de games-industrie. Um, ik denk dat iedereen de naam Final Fantasy wel kent. En in totaal zijn er op dit moment dus. 17 verschillende delen van Final Fantasy uh, ontwikkeld. Eigenlijk zeg maar de, 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 de grote delen, want er zijn ook nog eens een keer ontzettend veel spin-offs van gemaakt. Uh, er zijn natuurlijk uh, uh, geanimeerde series van gemaakt. Dit is gewoon een huge, huge, huge franchise. Hoe groot? Nou, ik heb even gezocht naar de verkoopaantallen, is altijd een beetje moeilijk om precies. Uit te vinden. Maar uh, 22, of in april van 2022 is er een update gegeven. En toen betrof het 168 miljoen stuks. En met 168 miljoen zit je wel echt in de, uh, in de top van de franchises. Dan kom je echt bij de GTA's en de Assassin's Creeds en de Mario's uh, terecht. En inmiddels zijn we al in 2023 er ongetwijfeld weer 1 of 2 miljoen bij zijn gekomen. En straks komt dus Final Fantasy XVI uit. En volgens mij komt er later ook nog een Final Fantasy VII deel nog wat uit. Dus dan gaat er zo weer 10, 20, 30 miljoen stuks bij. Grote serie dus. En ook een serie die er letterlijk voor heeft gezorgd dat we vandaag de dag nog steeds met Square Enix te maken hebben. Um, nog een ander leuk feitje over, om een beetje te duiden hoe groot Final Fantasy als franchise nou is. Uh, in totaal hebben ze op dit moment zeven uh, records in het Guinness Book of Records uh, aanwezig. Zeven records. Uh, ik noem er even een paar op. Fastest selling console RPG in a single day. Dat was Final Fantasy X. The longest development period. De production of Final Fantasy XII. Um, was. vijf jaar. Ik weet niet of dat inmiddels nog wel. Uh, opgang doet. Want er zijn wel een aantal andere. Maar misschien gaat dit over de RPG's. Uh, most games in een RPG-series. Uh, in totaal. Hè, ik zei het net al. 17 echte Final Fantasy-games. Maar in totaal zijn er 32 spin-off games gemaakt. 7 enhanced games en 13 main games. Het is. Het is fucking huge. Uh, het verhaal van dat het alleen maar Japans is en hier in Europa niet, is ook absoluut niet waar. Vanaf de eerste editie was dit ook al een succesvol product in het westen. Wat ik altijd leuk vind is dan, omdat ik het zelf ook niet wist, van hoe is Final Fantasy dan ontstaan? Ik heb dat al met meerdere games en franchises gedaan en wat je vaak ziet is dat dat niet een soort van wel overwogen masterplan was, maar dat toeval een hele grote rol speelt. En jawel, dat is bij Final Fantasy ook zo. Goed, laten we beginnen bij echt het begin. Gaan we naar de jaren uh, de, 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 de mid-80s. En um, Square Enix uh, was op dat moment het bedrijf van Miyamoto. En ik ben even zijn voornaam kwijt, maar het is niet de Miyamoto van Nintendo. Uh, het is een andere Miyamoto. Uh, zijn vader had een wat groter bedrijf, en hij was helemaal into the games. En hij wilde eigenlijk. Een, uh, een, een, een gamesbedrijf beginnen. Waarom wilde hij dat? Uh, games in die tijd werden vaak toch wel gemaakt door... laten we het even zeggen, losse personen. Ik weet dat nog wel, uh, Arjen Bruce. Uh, bekend van Killzone natuurlijk... en inmiddels werkt hij bij Epic. Uh, die begon ooit met Jazz Jack Rabbit. Waarschijnlijk uh, zegt jullie dat wel wat. En dat is ook zo'n game die hij eigenlijk... Alleen thuis maakte op zijn zolderkamer en dat deed hij dan met wat, wat andere mensen die ook weer op een zolderkamer zaten en samen uiteindelijk maakten ze dan zo'n game. Um, dat, ja, dat was de manier waarop je games maakt. En Miyamoto had zoiets van: hey dit moet gewoon bedrijfsmatig. Dit kan soepeler, dit kan beter en dit kan commercieel ook veel handiger. Want als iedereen nou bijvoorbeeld bij elkaar werkt. En je maakt een bedrijf met verschillende teams... die aan verschillende games werken. En dan kunnen ze ook nog eens een keer aan kruisbestuiving doen. Oftewel elkaar helpen om bepaalde problemen op te lossen. Je zit bij elkaar. Dat is altijd goed voor het brainen. Um, en hij begon met... ja, Squaresoft heette het volgens mij. En uiteindelijk is het natuurlijk gewoon Square Enix geworden... omdat uh, bedrijven bij elkaar zijn gekomen. Het is een fusie. Um, en wat begon hij te maken? Uh, ja, race games... Ja, een beetje beetje de games, een beetje, beetje casual-achtige games, zou je vandaag de dag zeggen. Uh, die um, op dat moment het meest gangbaar maken. Hij wilde geen risico's nemen. Want risico's nemen als je een, een bedrijf begint, dat is meestal niet uh, zo uh, uh, slim. Simpele RPG's maakte hij ook platformers, was een beetje de tijd van de platformers. En uh, om dat te doen, nam hij een aantal mensen. In dienst. En daar komt dan nu straks de grote naam, de grote man achter de Final Fantasy serie, die komt dan nu opeens naar voren. Dan hebben we het namelijk over deze man. Daar is hij. Ik heb hem één keer mogen ontmoeten. Uh, niet dat ik nou ongelooflijk contact met hem had, want er zat een tolk tussen. Maar en het was volgens mij ook een roundtable, dus we waren met een heleboel mensen. Hironobu Sakaguchi. Hij is de man die Final Fantasy in de wereld heeft gebracht. Dankzij hem hebben we deze fantastische franchise en kunnen we er tot op de dag van vandaag van genieten en dat had net zo goed niet kunnen zijn want nu komt inderdaad die toeval, uh, de mazzel, uh, de omstandigheden uh, waardoor dit dat deze franchise gecreëerd is. Wat is namelijk het geval? Hij werd ingehuurd. Hij was een. En dan moet ik het even voorlezen. Hij was een third year student at Yokohama National University. Een undergraduate. Hij werd dus eigenlijk gewoon binnengehaald. Van hé, hey dude, uh, je kan een beetje programmeren. Kom maar bij mij werken. Kun je een leuk zakcentje erbij uh, verdienen. Hij werd. Part-time in dienst genomen. Uh, als een programmer en een game designer. En waarom deed Hironobo Sakaguchi dat? Hij kon op die manier wat geld verdienen. zodat hij een Apple II kon kopen. Oftewel, uh, ja, een computer van Apple. Uh, dat was eigenlijk, van, ja, eigenlijk weer bizar als je dat dan helemaal gaat uitspitten. Uh, het had zomaar een totaal andere willekeurige Japanner kunnen zijn. Maar blijkbaar. Uh, Miyamoto kende hem of werd op deze man geattendeerd. En hij kwam part-time in dienst. Totaal niet met het idee dat hij ooit Squaresoft van de ondergang zou redden. Deze man, Sakaguchi, ging aan de slag. Uh, hij ging programmeren. Uh, dat deed hij best wel behoorlijk goed. Want al vrij snel uh, werd hij uh, de Director of Planning and Development. Dus hij. hij hij kreeg een beetje een functie waarin hij anderen begeleiden bij het maken van games. Maar Sakaguchi was nou niet bepaald gelukkig bij Squaresoft. Want. Um, ja, hij vond de games allemaal een beetje simpel. Hij had zelf wel heel veel uh, 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 ideeën. Hij had ook wel. Um, hij werd ook wel ja, geïnfluenced als het ware door. Uh, door RPG's uit die tijd. En uh, bijvoorbeeld een Wizardry. Dat was een game uit 1981. Uh, fantasy roleplaying games. Dat vond hij leuk. Hij wilde verhalen vertellen. Zo'n race game hartstikke leuk. En zo'n platform hartstikke leuk. Maar het waren geen verhalen. Hij dacht verder. Maar Miyamoto uh, was heel erg sceptisch. Heel simpel. Er kwam niet al te veel geld binnen bij Squaresoft. En om nou iets te gaan maken wat niemand maakte op dat moment. Of, of weinigen. Uh, ja, dat heet een bedrijfsrisico en dat risico wilde hij eigenlijk niet nemen. Dat kostte te veel geld en uh, Sakaguchi was een aardige kerel, maar hij kon hem niet garanderen dat het een succes worden Maar in 1986 uh, kwam daar wat verandering in. Daar kwam verandering in door een game genaamd Dragon Quest. En dat was op dat moment eigenlijk... De doorbraak van, de, van de, de, de RPG. En inmiddels is Dragon Quest natuurlijk ook een grote serie. Wel voorbijgestoken door Final Fantasy. Maar deze game werd in 1986 uitgebracht. En uh, deed het goed bij de media. Uh, een blad wat toen heel groot was. Dat heette Shonen Jump Magazine. Uh, die was dit flink aan het pushen. Japanners gingen het massaal spelen. En er kwam geld binnen. Veel geld binnen. Sakaguchi zag dit. Ging weer terug naar Miyamoto. Die zei: hey maar ik heb dat idee voor iets. En uh, uh, zie, het is een RPG. Maar kijk, Dragon Quest had eens verkopen. Mensen willen dit, gamers willen dit. Steek hier nou je geld in. Want hier ga je geld mee verdienen. Want met die racegames en die platformers, daar verdien je niet veel mee. Uh, dus dat is einde verhaal. En daar had hij ook letterlijk gelijk in. Want Square Soft stond eigenlijk om. Op omvallen. Uh, er kwam nauwelijks geld binnen. Er ging wel geld uit. En eigenlijk. Was het zo dat het bedrijf een beetje klaar was? En uh, Miyamoto had zoiets van: oké, okay, dit zou misschien wel eens onze renning zijn. En, en besloot toen: all in te gaan. En daar komt een beetje het verhaal vandaan. En dat heb ik ook eigenlijk altijd me afgevraagd. Tot aan vandaag of tot aan gisteren, toen ik dit aan het uitzoeken was. Waar staat dan die naam Final Fantasy voor? Die naam staat letterlijk voor het feit. Dat Squaresoft op omvallen stond. Er was geen geld meer. Er was nog net genoeg geld om Sakaguchi de laatste kans te geven om zijn fantasie, namelijk die RPG die hij dan de hele tijd in zijn hoofd heeft, te maken. Final Fantasy. Neem dit dus echt. Uh, althans, Sakaguchi. Althans, het verhaal ging toen dat je dit vrij letterlijk moet nemen. Inmiddels is dat verhaal een klein beetje afgezwakt. Uh, nog steeds was het wel. En Sakaguchi heeft het ook meerdere malen in interviews gezegd. Van. Uh, dit, dit was voor mij ook mijn laatste shot. Ik, uh, als dit niet was gelukt, als Final Fantasy niet was gelukt. was ik klaar geweest met de gamesindustrie. Het verdiende te weinig. Uh, de games die er gemaakt werden, vond ik totaal niet interessant. En als ik mijn eigen idealen, mijn eigen uh, innovaties, mijn eigen fantasie niet ja, kun, kan uiten in een videogame, wat doe ik hier dan nog? Dan was die gewoon iets anders uh, gaan doen en uh, hadden we hem nooit gekend. Maar die Final Fantasy, uh, ja, die slaagde wonderlijk wel. Uh, is het dan ook daadwerkelijk Final Fantasy? Niet helemaal, want de allereerste naam van de game. Uh, was Fight Fantasy. Maar op dat moment. was er ook. een, uh, een, een bepaald. Uh, uh, boek. Uh, ook een game serie. in een boek. Ja, in, in boekvorm. Een, een, misschien anime-achtig. Uh, dat heette al Fight Fantasy. En men was bang. om daar. Um, ja, uh, juridische problemen mee te krijgen. en dus besloot men. om het woord Final Fantasy. te gebruiken, en uh, dat deden ze. Uh, omdat final bijvoorbeeld al in Japans ook best wel een bekend woord is en fantasy ook. Dus je zou het ook nog op het Amerikaans kunnen of in het Engels kunnen uit, uh, aanduiden. En dan begreep in Japan nog steeds waar het om ging. En in het Japans klonk het ook nog eens een keer hartstikke tof. Um, want dan zou het namelijk uh, heet. Ik hoop dat ik uh, mijn Japans een beetje goed uh, is. Dan zou het heten Fainaru Fantaji. Uh, nou, dat klinkt hartstikke leuk. En zo is de serie dus gaan heten: Final Fantasy. En um, ook hier zie je weer in. De bedoeling was totaal niet om er een epische franchise van te maken. Sterker nog, de manier waarop uh, Sakaguchi de game maakte. Uh, dat da, 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 da maakte het helemaal niet logisch dat er vervolgen zouden komen. Het was echt bedoeld. Als een stand-alone game. En hij is het ook nog eens een keer in de omgekeerde volgorde van een normaal uh, game-developer-proces gaan maken. Hij is namelijk eerst allerlei gameplay-achtige mechanieken gaan bouwen. Um, en um, toen dat uiteindelijk werkend was, is hij daar een verhaal op gaan projecteren. Dat is eigenlijk wat elke developer zegt: exact wat je niet moet gaan doen. Eerst een mechaniek maken, een techniek maken. en vervolgens een game. qua verhaal erbij gaan verzinnen. Maar dat heeft hij wel gedaan. Het was een standalone game. met een kop en een staart. en daarna zou het in principe gewoon klaar zijn. Final Fantasy, laatste poging. maar het was een poging die slaagde. Hij is in eerste instantie ook voor de NES gemaakt. Hij is uitgekomen in 1987. Uh, 18 december, hij kostte 60 dollar op dat moment. Nou, dan zeg je natuurlijk van... ja, vandaag de dag zijn games nog steeds 60 dollar... dus er is niet zoveel veranderd. Ja, dat waren natuurlijk 60 dollars in uh, 1987. Dus dat is inmiddels wel een hoop meer geld. Dus wat dat betreft uh, uh, zouden het vandaag de dag... Uh, ja, ik, ik bedoel, economen zouden het kunnen uitrekenen... hoeveel dat uh, is, maar 60 dollar kostte het dus. En uh, de game kwam uit op de NES... maar is toen vrij snel ook al, omdat het succesvol is... Overgezet naar, en dan ga ik weer even voorlezen: de MX, uh, de MSX2, de Wonderswan Color, PlayStation, de iMode, jawel, wie kent het niet, de Game Boy Advance, de Web ook nooit van gehoord, iOS, Android, Windows Phone en Microsoft Windows. Er zijn natuurlijk allerlei nieuwe delen van gemaakt, althans weer geremaked en geremasterd en weet ik wel allemaal. Um, maar Final Fantasy in origine kwam dus uit op de NES. En um, het was een succes. Het was een groot succes. Origineel had Miyamoto gedacht er 200.000 stuks van te kopen. 200.000 cartridges als het ware. En al vrij snel werd hij overtuigd om uh, dat aantal te verdubbelen. En dat is maar goed ook. Um, want. Ze raakten allemaal uitverkocht. En uiteindelijk is, uh, in het, hebben ze in het eerste jaar van de verkoop. Hebben ze een kleine 48 miljoen dollar verdiend aan deze titel. En toen kwam er nog een stap. Ook al vrij snel. Die ervoor zorgde dat, dat Final Fantasy meer was dan die stand-alone game. De game werd ook vertaald. Ging naar Amerika toe. En verkocht daar. Alhoewel iedereen zei dat dit... Tot Taal niet ging werken in het westen. 700.000 stuks. En dat is ook weer heel veel. En dus wist Squaresoft: We hebben hier goud in handen. Uh, letterlijk heeft Final Fantasy Squaresoft gered. Zonder Final Fantasy, zonder dat succes, was het klaar geweest met deze franchise. Hadden we niet. Uh, ja, hadden we nooit op 22 juni Final Fantasy 16 kunnen gaan spelen. Ehm. Um, er was echt een, nog één probleem en dat was dat Final Fantasy echt een stand-alone was. Uh, op een beetje een rare manier gemaakt. Eerst de techniek en vervolgens uh, uh, de verhaallijn. Uh, daar kwam bij dat Miyamoto natuurlijk meteen aan Sakaguchi uh, vroeg van... ...hé, hey, uh, vervolg, vervolg, vervolg. Wat er al in, in uh, 1988 kwam, een jaar na Dato, uh, Final Fantasy 2. Um, en dus had hij zoiets van, hoe ga ik dit aanpakken? Hoe ga ik hier dan sequels van maken? En... Wat er toen gebeurde is eigenlijk kenmerkend voor de Final Fantasy-reeks. Um, Final Fantasy is niet een soort van chronologische reeks... met dezelfde persoon die de hele tijd een nieuw avontuur beleeft... in een universum wat steeds logischerwijzer doorgaat. Het zijn allemaal uh, losse delen... waarin wel bepaalde characters de hele tijd terugkomen. Bepaalde normen en waarden komen erin terug. Bepaalde type gameplay komt erin terug. Maar elke keer komen er ook weer innovaties... Van de gameplay en, ter en terug. En zijn het dus eigenlijk. soort van. losse segmenten. En het grappige is. Uh, ik zat een beetje daarop te googelen. over wat is dan de juiste volgorde. Hè? Want ik maak er wel eens grappen over. Dan, uh, dit jaar krijgen we Final Fantasy XVI. maar we krijgen ook Final Fantasy VII-II. Dan heb je nog Final Fantasy XIV. Dan krijg je weer. Uh, de Final Fantasy uh, Origins. Weet je Dat al die oude Final Fantasy Het gaat allemaal door elkaar heen. En wat is nou juist de volgorde dan? We hebben al met Zelda gezien, en niet voor niets dat die Miyamoto, de Miyamoto van Nintendo, zegt dat Final Fantasy voor hem uh, een, een, een zeer invloedrijke serie is geweest. Met name als het gaat om storytelling. Ook hij gaat uit van losse verhalen, losse segmenten. En dat zoiets dan niet allemaal van 1, 2, 3, 4 logisch op elkaar aansluit, dat doet er niet toe. Ehm... Um... Toen ik dat googelde, kwam ik eigenlijk op heel veel verschillende uh, websites terecht. Die allemaal weer uh, hun manier hebben om al die series in chronologische volgorde achter elkaar te zetten. Ja, eigenlijk vind ik het al allemaal niet zo belangrijk. Um, het feit is gewoon dat elke Final Fantasy een losstaande game is. Met een groep van helden die uh, op. Op avontuur gaat om een bepaalde evil guy girl entiteit aan te pakken en hoe ze dat doen. Er zit altijd een RPG-element in, soms is het real-time, soms is het turn-based, et cetera, et cetera. Het maakt niet uit. Het is verhalen vertellen. Verhalen vertellen in een fantasierijke setting uh, met vette gameplay, maar vooral een, 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 ja, een, 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 een indringend avontuur waarin je helemaal kunt opgaan uh, als gamer. Dat is wat um, Hironobu Sakaguchi wilde. Toen hij in uh, uh, 1985, volgens mij, uh, bij Squaresoft uh, instapte. Iets wat hij lange tijd niet kon doen. En toen, eigenlijk, het feit dat Squaresoft, eigenlijk down and out was. En Miyamoto, zoiets had er ook. Oké, okay, dan als Dragon Quest al goed verkoopt. Ik weet het ook allemaal niet. Um, Sakaguchi, jij bent wel een van onze beste programmers en developers en uh, 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 leidende figuren. Ga je droom waarmaken en dan zien we het wel. Als het niet lukt, dan is het klaar. Dan kunnen we ons allemaal een hand geven en dan gaan we lekker naar huis toe. En als het lukt. Dan zien we wel verder. Inmiddels heeft uh, uh, Sakaguchi natuurlijk nog een aantal uh, Final Fantasies gemaakt. En hebben we inmiddels, wat is het? 32 spin-off games, 7 enhanced games en 13 main games kunnen spelen. En is Final Fantasy één van de grootste franchises van, of binnen de gamesindustrie. 22 juni gaan we weer een nieuw avontuur uh, uh, spelen. We hebben er allemaal heel veel zin in. We gaan er ook groot mee uitpakken bij GameKings. Dus hou dat gewoon in de gaten. Juni wordt sowieso een hele speciale maand. De E3, of de gki 3 zoals wij hem noemen. Diablo 4, Street Fighter 6, Final Fantasy XVI. Drie epische franchises. Alles samengepakt in één maand. Dat gaat spektakel opleveren. Ja.